leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. We zijn op dit moment onderweg naar Rodé. Die staat daar in een heel mooi natuurgebied. En die gaat vandaag op stal. Dus die gaan we ophalen. En hopelijk gaat dat goed. Ja. Years later. Hoi, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Wij gaan vandaag wederom weer wat leuks doen. Ik sta hier bij Douwe en Emmy. En Emmy is druk bezig om de vlechten even uit de manen van Douwe te halen, want we gaan hem even opnieuw vlechten. Want op de planning staat vandaag dat we een les working equitation hebben. Nou, working equitation, dat is wat ik ervan weet, niet zoveel. Maar is dat je een parcours in de bak hebt en dat je dat met je paard allemaal oefeningen gaat doen. En het leek mij wel heel leuk om met Douwe daaraan mee te doen. Want zoals jullie weten is Douwe niet een enorme held. En zal dit hem mentaal wel wat uitdagen. Maar goed, daarom heb ik hem ook opgegeven. De clinic wordt georganiseerd door de vereniging waar ik voor rij. En dat is de manege de Molenruiters. En die hebben dit georganiseerd. Hartstikke leuk. Heel veel zin in. Dus we gaan snel Douwe klaarmaken. Want volgens mij moeten we over 10 minuten alweer vertrekken. Dus ik heb wel weer een beetje haast. Maar goed, het is gelukkig wel heel dichtbij. Dus op naar vrouw Broggie. Met CSC. Hoi. Hallo. Wij zijn gearriveerd. Ja. En ik ben ook eens een keer een soort van op tijd. Dat is ook leuk. Oh god, zit ook allemaal direct op mijn cap. Maar goed, het is te doen. En Douwe is er dus ook helemaal klaar voor. En ik ga jullie gezellig meenemen dus in de Working Equitation Clinic. Ik heb het echt nog nooit gedaan. Nou, zoals jullie weten weet ik ook niet helemaal wat het inhoudt. Wat ik een beetje gezien heb is dat je een parcours in de... Er staat een parcours in de bak met allemaal obstakels. En nou ja, dat is eigenlijk een beetje wat we gaan doen. En jullie zullen het wel zien. Thank you.
luisteren. Kom maar. Kom. Goed zo. Ja. Even luisteren, hè? Ja. Ja, poepie. Mooi, jij heel oud hondje, hè? Nou, ik ben inmiddels terug van de kliniek Working Equitation. En het echt hartstikke leuk gehad. Het was vooral heel leerzaam. Mentaal ook voor Douwe. En waarbij ik eigenlijk zei dat Douwe niet zo'n held eigenlijk is. Moet ik zeggen dat hij dat vandaag wel echt was. En heeft hij eigenlijk alle oefeningen gedaan. Het enige wat hij spannend vond, ja, daar is een naam voor. Maar dan heb je met zo'n lange stok. Ja, ik noem het een soort van ringsteken. En dan moest je dus met die stok en daar een ring dan aan. En die moest je eigenlijk over de hoorn van de stier heen leggen. Alleen, ja, Douwe was eigenlijk wel heel erg bang voor die stok. Daar was ik al een beetje bang voor. En ik wou hem niet helemaal over de toeren hebben. Dus we hebben dat heel licht opgepakt, die oefening. En toen zijn we daar ook mee gestopt. En maar dat vond hij gewoon best wel heel spannend. Dus, maar de rest heeft hij echt heel braaf gedaan. Dus het was zeker leerzaam en leuk om eens iets nieuws te proberen met hem. En voor vandaag staat er eigenlijk niet zo heel veel meer op de planning. En want dat is ook zondag, dus gaan we even lekker chillen. Ik zit hier bij de hondjes. Barry hadden jullie net al gezien. Die was een beetje verdrietig, want mijn man ging net even weg en... Barry wil altijd dat Johnny hier is, hè? Maar dat kan niet altijd. Maar goed, ik... Oké, oh ja, dat zou ik even zeggen. Dat is wel heel erg leuk. Ik heb, gisteren een pakketje binnengekregen van Hypostore. Superleuk. Oh. En helemaal blij. Als eerste zat er in het pakketje lekkere pepernoten. Dat komt altijd wel op. En even kijken. Ik heb een mooi halster erin zitten. Ik zal hem even openmaken. Hatsé. En dat is van het merk Master. Een knalrode. Wel fijn. Is onderlegd. Oh, even scherp stellen. Die is ook fijn onderlegd. In de maat full. Ik heb hier ook de deken van. Dus dat is een hartstikke mooi setje. Even kijken. Dan heb ik nog een heel mooi jasje. Van ELT, als ik het goed uitspreek. En dat is een klein bomberjasje. Hij is niet per se heel dik, maar wel heel fijn voor onder mijn winterjas onder andere ook aan te hebben. En dan heb ik nog, super super mooi, een hele fijne rijbroek van, even kijken, Schuckenmuller. Heel blij mee. Want dit is een fijne winterbroek. Daar was ik eigenlijk ook wel een beetje naar op zoek. Want aangezien ik eigenlijk altijd buiten rijd, heb ik het natuurlijk zodra het weer omslaat altijd standaard heel koud. Maar deze broek, daar zit een beetje, wat is het? Het is niet echt vlies. Ja, het is denk ik ook niet op de camera te zien, maar er zit wel wat een fijne binnenvoering extra in. Dus helemaal blij mee. En we zullen hier natuurlijk even mooie foto's mee gaan maken.
En zo kom ik er tijdens het video uploaden achter dat ik helemaal niet een afsluiter heb opgenomen. Dus bij deze, ik hoop dat jullie weer een leuke video vonden. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!